Ja, ik wil heel even kort terug naar vorige week. Want daar moest ik ineens net aan denken. Toen wij de tune van dit item instarten. Ja. Welcome to my truth. We hadden het vorige week even kort over Anastasia. Maar dat was een paar minuten voor acht. Laten we heel even luisteren naar wat er toen is gezegd. Komt-ie aan. Anastasia, I'm out of love. Ik heb een heel goed verhaal over Anastasia, maar we hebben geen tijd meer. Dat is jammer, hè? Doe het in drie woorden. Nee, dat kan niet. Ja. Nee, ik kan het sowieso niet in drie woorden. Dus. Ik haat dit soort cliffhangers. Ja, voor volgende week. Ja, zeg het nou gewoon, denk ik dan. Nee, dan. Volgende week wel luisteren. Ja, je zegt we hebben geen tijd, maar we hebben nog ruim een half uur. Dus, oh, dan nemen we gewoon het. Wil je het nu of doen we eerst een plaatje? Ik ben gewoon nieuwsgierig. Nou, ja, jij was erbij. Wat dan? Ja, ik was er ook. Ja, ik ga het nu vertellen ook. Ja, maar zeg dan dat het was. Wij waren op Parkpop. En wij waren daar omdat we met de aanloopseizoen 1... Dus hoe leuk. Jij wist het echt niet, hè, dat het dit verhaal is. Wat leuk, want daar waren jullie allebei bij. Ja. Zeker. Wat grappig. We waren op Parkpop en daar zou Anastasia komen optreden. En wij waren backstage, want wij waren opnames aan het maken voor de vuurwerkshow. Die dan zeg maar 3 weken later of zo bij ons in Nijmegen zou zijn, hoe dat dan ging. Ja. En er kwam Anastasia. En nou ja, wij dachten, backstage. En al die artiesten liepen daar een beetje. En die liepen zo rustig podiumpje op. En er stond er iemand en die was een beetje fan. En mag op de foto? Ja, tuurlijk. Biertje, gezellig, alles. En met wie ben jij op de foto geweest? Nee, niemand. Nee, maar jij was wel heel erg fan van Anastasia. Ja, vroeger wel. Ik vond het wel leuk om haar daar te zien. Ja, dus Anastasia die kwam. En ze hadden zeg maar zo'n soort backstage met kleedkamers. En er kwam ineens een hele grote, zwaar geblindeerde bus. En die zetten ze letterlijk met de deur voor de ingang van die kleedkamer. De deur ging open en er gingen wat mensen doorheen. En er was het. En toen zei mensen, ja, dat is Anastasia. Oké. En toen zei jij nog van, zij is eerder thuis dan wij straks. Nou ja, uiteindelijk op de terugweg. Dus ook, ze hebben dus op de terugweg hebben ze die bus letterlijk tegen het podium aangezet. Is ze die bus ingegaan. En toen is ze weer weggegaan. Inderdaad, we hebben even zitten rekenen. Zij was eerder thuis dan wij als ze meteen naar huis was gefietst. Of gevlogen. Zo'n fietsje. Ja, dat is echt heel raar. Zullen we nu een plaat draaien? Ja. Fijn.